Cathy. En ik denk dat de meesten mij nog kennen van Star Academy. Dat is van 2005. Ik ben toen derdes geworden, na Katrine en na Affie. En dan heb ik eigenlijk wel bekendheid gekregen zo bij de tieners, zo 12, 13 jaar. En ondertussen ja, zijn we een paar jaar verder. En voilà, hier zitten we, preselecties van Eurosong. Het titel van mijn nummertje is Magical Sensation. En voilà, dat zegt al veel. Hè. Het gaat over magie, het gaat over sensatie en het gaat over liefde. L'amour. Ik heb deze zomer 50 optredens gedaan in het Witte Paard in Blankenbergen. Ik heb daar Tanja Dexters leren kennen en zo ook haar manager Danny Peleman. En we zijn toen beginnen praten en die man zei van kijk, eigenlijk, ik werk vooral met modellen, maar wil ik toch iets doen met iemand die echt wel specifiek zingt. Toen zei ik van ja, heel tof, ik zie dat wel zitten. En zei toen van kijk, wat denk je van Eurosong? En dan dacht ik van ja, maar dat is een kinderdroom. Ik weet eigenlijk niet wat dat mogelijk is om dat te kunnen bereiken. Toen zegt hij, wij gaan een goed nummer zoeken. En zei, we beginnen zoeken naar een nummer. Bijvoorbeeld het nummer dat ik nu ga brengen, dat is een heel tof Eurosong-nummer, maar dat wil ervoor niet zeggen dat ik die stijl zou willen uitgaan om een volledige cd te maken. Dus dat is nog iets heel anders. Maar natuurlijk, het is wel... Je hoopt er natuurlijk op. Want na Star Academy ben ik echt zo een beetje in een dipje beland, om het zo te zeggen. Ik heb vooral achter de schermen gewerkt. En nu sta ik ineens weer voor die schermen. Dus we zullen zien wat het gaat brengen. Ja, het is echt wel een typisch Eurosong-nummer. En pas op... Ik hou daarvan, hè, want ik ben de eerste om alle Eurosong-nummers mee te zingen. Ik ben de eerste om de Eurosong-cd te kopen. Maar het is inderdaad een typisch Eurosong-nummer. Alles erop en eraan. Ik denk dat iedereen zijn favorieten heeft. Natuurlijk, het is nog moeilijk te zeggen, want ik heb nog geen enkel nummer gehoord. Dus voor mij is het ook zo van afwachten van hoe gaat het klinken. Maar ik denk, een van mijn favorieten is toch Sandrine. Ik kijk daar zelf, ja, dat is een goede zangeres. Ze heeft ook heel veel performances voor een deel. Ja, je kijkt er niet naar, je kijkt dus niet dat je echt naar haar opkijkt, maar dat is toch iemand waar je respect voor hebt. Dus een van mijn voorvaderen is gevonden in een satijnen doek voor de kerk. En vandaar dat ze ons Satijn genoemd hebben. Vandaar, dat is een mooie achternaam. Eigenlijk helemaal niet, hè. Ik weet dat we naar Belgrado gaan, hè. Nee, ik ben eigenlijk daar ook nooit op reis geweest. Ik ben eenmaal naar het oude Joegoslavië geweest. Maar als wij op reis gaan, is het vooral zo Turkije en Kreta. Zo echte zonnekloppers, hè. Dus eigenlijk over Belgrado, nee, het zal het wel een culturele reis worden voor mij. Misschien wel daar. Heel veel bijleren.